Dag beste kijkers van de Flessenpost. Ik ben vandaag bij boerderij Kenter aan de Baakmeerdijk 15 in Bergen. En we hebben al eerder in de gedrukte editie gepubliceerd over de boerderij. Maar ik ben nu hier ter plekke. Dit is mevrouw. Kenter. Oh, mevrouw. Nou, dat is toevallig. Toch. Hey, maar ik zie heel weinig koeien bij in de stal staan. Hoe komt dat? Nou, de meeste zijn buiten. Die zie je daar. In de verte. Ja, ik hoop dat de kijkers dat kunnen zien. Maar dat zijn jullie koeien. Ja, Oké. Maar deze dames zijn binnen. Maar je noemt ze dames ook natuurlijk gewoon. Ja, ze zijn allemaal dames. Ja. En die zijn binnen omdat ze een apart rantsoen krijgen. Omdat deze bijna weer een kalfje krijgen. Oké. En als die buiten zouden lopen, dan krijgen ze iets te rijk voedsel. Ja, en zijn er ook kalfjes te zien op dit moment? Ja, dan moeten we helemaal naar achter lopen. Nou, laten we even doen dan. Lopen we achter je aan? Nee, ik moet even wat pakken. Oké. Ondertussen, kijken we daar eventjes, hebben we ook nog een speciaal winkeltje. Waar ze natuurlijk verse melk verkopen en kaas. En het is nu wat rustig, vertelden ze me net. Maar in het weekend is het volbeladen met mensen. Pff, en dan kan je hier ook naar binnen toe als het goed is. Maar je kan hier heerlijke melk, yoghurt, kaas kan je kopen. En dat ziet er fantastisch uit. Groentjes nog ook. Verse rode bietjes. Eitjes zie ik ook nog. Nou. Daar dus in de verte, daar zie je dus de koeien in een weiland. En, zondag is het. Nou, op naar de lammeren. Lammeren? Kalfjes. Kalfjes, ja. Ik ben een stadsjongen ook gewoon. Nee, schapen doen we niet aan. Dus, schapen doen we niet aan. Alleen koeien. Ja. Ja. Nou, jullie hebben mooi materieel. Rijden jullie daar ook weer mee naar Den Haag en zo om te protesteren? Of zijn jullie daar niet van? Nee, we zijn niet zo van protesteren. Okay. We vinden wel goed dat er geprotesteerd wordt, maar ja. We vinden het zelf nogal vers. Ja, het is best wel een rij op zo'n tractortje gewoon over de snelweg naar Den Haag. Ja. En heb je dan, dat is een beetje een onbescheiden vraag natuurlijk, maar heb je dan ook op de BBB gestemd dit jaar? Hoef je niet op te antwoorden trouwens hoor. Heb ik wel, ja. Oh, toch wel, maar je bent er eerlijk in, zeg maar. Ja hoor. Oké. Maar ik was niet de enige. Nee, je was met veel inderdaad, kunnen we wel stellen. Hé hey, Dokkie. Dat zijn die jongelui. Oh, wat leuk zeg. Kijk eens. Hé hey, meiden. En jongens misschien ook wel. Dat kan ik van hier af niet zo goed zien natuurlijk. Hoi. Hallo daar. Zo. Een beetje snuit. Durf je dat? Ja, ik durf het wel. Ja, ik durf het wel. Kom maar. Niet schrikken. Ja. Niet klikken. Ja, ze zijn toch een beetje schrikkers. Wij zijn nog jong natuurlijk. Nou, dat zijn er heel wat. Kijk, eens, is ook prachtig. Zo'n mooie. Dat is een albino koe. Tjoh. Nou, dat zie je ook niet zo veel volgens mij. Nou, zoals je ziet. Oh, kijk, hey, dat zijn de puppies. Die zijn nog niet zo lang geleden op de wereld gekomen. Ja, die liggen nog een beetje voor apengapen, zeg maar. Ja, de verzorging ziet er geweldig uit. Heerlijk te eten allemaal. Dat dacht ik al. Dus hoe oud is het? Dit varieert van 2-3 maanden tot 6 maanden. Oké. Okay. En de koeien die nog staan, die krijgen dan binnenkort weer een kalfje. Ja, het ziet er prachtig uit allemaal. Leuk. Dankjewel. En
vrijdag in de Frissenpost. Mooi zo. En ik hoop dat het druk bij je wordt in de winkel. Ja.